Kijk op zelfbouwmarkt.be. Vandaag is het zondag 7 juni en dit weekend zijn het open kerkendagen. En vandaag is er van 2 tot 6 een orgelmarathon hier in de mooie Abdijkerk achter mij. Hier worden door verschillende orgelisten wordt er op het gerestaureerde orgel gespeeld en wij gaan een kijkje nemen. Dag Frederik van Rampelberg, jij hebt daar straks ook al een sessie gespeeld op het orgel. Hoe was het? Fantastisch. Het orgel klinkt magnifiek. Het is na een maandenlange restauratie eigenlijk in ere hersteld. Het klinkt fantastisch. Ja. Jij bent ook orgelist in de basiliek in Halle. Mm-hmm. Hoe ben je daar terechtgekomen? In Halle, dat is ondertussen een kleine 10 jaar geleden. Daar ben ik Karen Schelderman opgevolgd, die hier directeur is aan de academie. En ik volgde toen orgellessen in Ninove. En zij heeft mij gevraagd om haar plaats in te nemen aan het orgel in de basiliek van Halle. Wat ik me afvraag, de dag van vandaag, 2020, orgelist, zijn er nog veel mensen die nu orgelist worden of willen worden? Er is nog altijd hoop en zeker in Ninove hebben we toch een vrij grote orgelklas. Die leerlingen krijgen les in het klooster, in het Heilig Hartenklooster. En daar zijn toch nog altijd een 5 à 10 jonge kinderen, laten we zeggen min 18-jarigen, die het orgel leren bespelen. Absoluut, ja. In de plaats van 1 orgelconcert op een klein uurtje hebben we er een lang orgelconcert van gemaakt, een orgelmarathon van een kleine 5 uur met 4 verschillende organisten die elkaar om het 30 uur afwisselen. Voor de restauratie van dit orgel zochten jullie meters en peters. Marijn de Valk was de eerste peter. Ja. Hebben jullie nadien nog veel meters en peters gevonden? Absoluut, ja. Er zijn heel veel mensen die dat gesteund hebben, dit project. We hadden €50.000 nodig voor deze grote herstelling te bekostigen. Volledig eigen gefinancierd. Geen enkele overheid is eigenlijk aangesproken geweest. Dus het is geen belastingsgeld die daarin gekropen is. Dat is puur op eigen kracht hebben we dit gedaan. En dat is echt bijzonder knap dat dat kan. We zijn daar in november 2018 mee gestart. En het was eigenlijk klaar voor kerstmis 2019. Maar nu, 20, is het grote inspeelconcert. De meters en de peters, dat zijn mensen die kleine bedragen hebben gegeven tot hele grote bedragen. Dag, zuster Janine. U hebt er net een sessie op zitten op het orgel. U heeft gespeeld. Hoe was het? Zeer, dat geeft heel veel voldoening. Het is precies dat je heel die kerk in je handen hebt. Dat is een heel mooi instrument en het is nu volledig gerestaureerd. Het is een prachtig orgel. Hoe lang speelt u al? Ik speelde een beetje piano en als ik dan in klooster gekomen ben op mijn 25, dan heb ik wel eens bijgevolgd. En bij ons speelde er niemand niet meer voor de liturgie. Het was altijd mijn droom als kind om van orgel te spelen. En ik ben dan naar de academie een beetje gegaan en ben altijd blijven spelen, ook al is dat mijn niveau maar een beetje middel.
Zeker niet eerder laag, maar ik doe het zeer graag en het geeft mij zelf voldoening ook. Het is trouwens, het is ook voor de liturgie, dus het komt bij ons heel goed te pas. Dus dan een keer een viering wat te verzorgen. Ik denk dat u te bescheiden bent, want ik heb heel veel lovende kritieken gehoord daarnet. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninosmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.